Welkom bij Do-It-Self Ideeën. Wat gaan we vandaag maken? We gaan Elsa maken met strijkkralen. Wat heb je daarvoor nodig? We hebben natuurlijk een strijkijzer nodig. Dan hebben we zo'n plaatje nodig waar we de kralen op kunnen zetten. Bakpapier. En strijkkralen natuurlijk. Ik heb lichtblauw, donkerblauw, wit, geel, want ik heb geen huidskleur, en ook nog doorzichtige kralen. En ik heb één roze of rode kraal nodig voor de mond. Nu moet je natuurlijk het patroon eerst namaken. Je kan het patroon dat ik heb gemaakt gewoon namaken. Neem dan het schabloon, je kan het natekenen en zet het onder het plaatje. Plak het misschien vast met plakband, dan verschuift het niet halverwege en dan kan je de strijkkralen beginnen plaatsen. Ik ben natuurlijk vergeten te zeggen wat die zwarte kruisjes en cirkels betekenen. Die kruisjes staan voor doorzichtige strijkkralen en de cirkeltjes voor de witte. Zo ziet het er nu uit. Dan gaan we strijken. Je legt bakpapier op de strijkkralen en dan voorzichtig strijken. Let erop dat het strijkijzer niet te heet staat. En zo ziet Elsa er dan uit. Ik vind dat ze op Elsa lijkt. Maar het is natuurlijk altijd moeilijk met strijkkralen menselijke figuurtjes na te maken. Maar ik vind dat je er echt wel in herkent. Misschien wil je ook Olaf en Anna maken. Die wil ik graag ook uitproberen. Als jullie daarin geïnteresseerd zijn, laat me dan weten in de commentaar. Geef me een thumbs up en vergeet niet je te abonneren op ons kanaal. Tot volgende keer!